Goedendag, dit is Jim. We zijn nu op het RSG Slingerbos in Harderwijk. Hier heb ik samen met Jim aan het profielwerkstuk gewerkt. Getiteld The Founding Fathers Ideology versus Modern Day America. In ons profielwerkstuk vergeleken wij de visies van de Founding Fathers van Amerika, zoals Thomas Jefferson, Benjamin Franklin en George Washington, met de huidige situatie in de Verenigde Staten. Die vergelijking hebben we gemaakt op 3 punten, namelijk politiek, economie en religie. En dit is Bob. Hij heeft samen met Jim aan het profielwerkstuk gewerkt. Een aantal dingen die hem opvielen uit de conclusie waren de protectionistische houding van de Founding Fathers ten opzichte van de wereldeconomie. Dit terwijl Amerika vandaag de dag bekend staat om haar streven naar een vrije wereldhandel, zoals blijkt uit het lidmaatschap van de WTO en de NAFTA. Ook zijn de Verenigde Staten op dit moment militair aanwezig in meer dan 150 landen wereldwijd. Dit terwijl de Founding Fathers vonden dat het leger alleen gebruikt moest worden om het eigen grondgebied te beschermen. Dit is mevrouw de Boer, begeleider van Bob en Jim. Ook zij is zeer enthousiast over het feit dat haar leerlingen tot de winnaars behoren van de KNHW Onderwijsprijs. Voor Bob en Jim was zij wat Abraham Lincoln was voor slavernij. Wij willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ons onderzoek. Bedankt voor het kijken, of zoals Benjamin Franklin het zou zeggen. Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.